De gedeeltelijke lockdown is voor de ouderen een bittere pil. Dat betekent nog langer in isolatie leven en nog langer in eenzaamheid. Tini Nieuwenhuizen is een van de zoveel eenzame ouderen die al maanden aan het huis gekluisterd zit. Ik heb in het begin heel veel moeite gehad met alleen zijn. Maar ook doordat mijn kinderen hier niet wonen en mijn kleinkinderen. En dan hebben we wel fijne buren. We hadden hier ook wel dingetjes met kaarten en zo. Maar door die corona ligt alles stil. Dan zijn we verplicht om thuis te blijven. Deze situatie is ongrijpbaar. Ik heb de oorlog meegemaakt. We hebben het helemaal niet slecht gehad. Ik heb ook geen nare ervaringen. Die zijn er wel, maar die vergeet je maar. Dus dat is niet zo erg. Maar hier zie je het einde niet van. Van een oorlog zie je het einde. En dan komt de wederopbouw en iedereen heeft weer werk. Maar nou verliest iedereen zijn baan. Heel veel mensen. Het wordt veel slechter. Je ziet geen uitweg. Eenzaamheid speelt natuurlijk al langer bij ouderen. De Katholieke Bond voor Ouderen zet zich in om dat alleen zijn tegen te gaan. Nu een onmogelijke taak volgens de organisatie. En als je dan als ouderen, en dat zijn er veel hoor, op die leeftijd, die dan alleen komen te staan, ja, dan is het in zo'n coronatijd, zo'n COVID-19-tijd, komt dat nog harder aan natuurlijk. Hè? Ik heb een dochter in Kaatsheuvel. Die heeft altijd na het overlijden van mijn man, maar ook tijdens zijn ziek zijn, heel veel goed voor mij gedaan. Maar nu heeft ze een kind gekregen, nou heeft hij de corona erbij. En dat is heel zwaar. En daarom ben ik zoveel alleen, want zij kan niet komen. En zij moet voor mij de administratie doen. Ik kan het niet, ik heb geen computer meer. Hebben we wel gehad, maar ik heb geen computer meer. Ik ben al lang blij dat ik het zo een beetje bij kan houden. En dan heeft zij gezorgd dat ik een maatje kreeg. En daar ben ik heel gelukkig mee. Die komt één keer in de week. Dus ik mis mijn dochter natuurlijk heel erg. Maar ja, het is voor haar nog veel erger natuurlijk, heel die toestand. Voor Tini zal het gemis nog aan moeten houden, maar ze heeft het nu geaccepteerd en wil alleen vooruit blijven kijken. Ook de Katholieke Bond voor Ouderen heeft deze instelling. Ik denk, we kunnen er doorheen als we er voor elkaar zijn, jong en oud. En wij proberen er in ieder geval te zijn, zeer zeker voor de senioren.